Goedendag, ik ben Karel-Jan van Dormaal, opleidingshoofd rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Met dit filmpje ga ik jullie kort een overzicht geven van de opleiding rechtspraktijk. Wat ben je met zo'n diploma? Wat houdt de afstudeerrichting allemaal in? Welke vakken ga je krijgen? En dat hoop ik op een achttal minuutjes te doen. Even vertellen wie we zijn. Dus de Hogeschool PXL is een van de grotere hogescholen, hè, met een tienduizendtal studenten. En binnen de Hogeschool PXL is het departement Business, dat is het departement waar dat rechtspraktijk onder valt, met 2600 studenten bijna ook verreweg het grootste departement. En binnen het departement Business is ook de opleiding rechtspraktijk een behoorlijk grote richting, hè, met toch een aantal afgestudeerden dat elk jaar bijna tegen de 100, hoewel het dan een beetje wil variëren van jaar tot jaar, tegen de 100 aanloopt. Dus ook een behoorlijk grote afstudeerrichting. En ook, ook de oudste opleiding rechtspraktijk, zeker in Limburg. Opleiding rechtspraktijk ga ik direct op terugkomen, maar misschien heel kort eventjes uitleggen. Dat is zo voor de meeste opleidingen, zeker binnen business. Wat is ons onderwijsconcept? Hè? Dus praktijkgerichte opleiding, hè, zoals het in de hogeschool altijd is. Dus aandacht op projectwerking, met projecten werken die dikwijls in samenwerking met het werkveld worden uitgedacht. Dat is in de hogeschool met het netwerk. En wij geven ook les op een heel praktijkgerichte manier. Hè. Dus in kleine groepjes, 20 tot 40 studenten, die dan samen met de lector, die ook heel dikwijls zelf in de praktijk staat of heeft gestaan. Hè. Bijvoorbeeld een heel aantal advocaten, notarismedewerkers, mensen die op de personeelsdienst van een groot bedrijf werken, noem maar op eigenlijk. Hè. Maar er zijn mensen die dus de praktijk kennen en dus die op die manier ook lesgeven. Hè. Bij ons zal je niet voor de eerste keer in de rechtbank komen nadat jullie afgestudeerd zijn. Nee, we doen een rechtbankbezoek. We gaan met jullie werken. Bij ons heb je al een dagvaarding gezien in het eerste jaar. Ga je werken met modeldocumenten, met facturen. Het is de bedoeling om het echt op een heel praktische manier uit te leggen. Praktijkgericht dus. De keuzestrekken, daar ga ik zelfs ook nog kort iets over zeggen. Bij ons bestaat er al de mogelijkheid om je vanaf het eerste jaar al te specialiseren in een bepaald keuzestraject. En verder gebruiken we eigenlijk het semestersysteem. Dus het semestersysteem houdt in 2 keer per jaar examens van alle vakken die je in dat semester hebt gehad. Maar daar bestaat ook wel een kleine uitzondering op. Hè. Na de eerste 7 weken, in het eerste jaar en soms ook in het tweede jaar, zijn er ook een aantal vakken waar dat we na 7 weken al examens van afnemen. Eigenlijk een beetje om de overgang tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs iets gemakkelijker te maken. En dan op het einde van uw derde jaar hebben we een lange stageperiode, 12 weken durende stage. Stage waar dat de student zelf zijn stagebedrijf zoekt. Het is dus de bedoeling dat jullie zelf contact gaan leggen met een stagebedrijf. Dat kan het advocatenkantoor op de hoek zijn. Maar dat kan ook een advocatenkantoor in New York zijn. Advocatuur is zeker niet de enige mogelijkheid. Stages zijn overal mogelijk, maar het moeten wel juridische stages zijn. En het is de bedoeling dat jullie die zelf zoeken, die stage. We hebben wel een hele grote stagelijst. We kunnen jullie daar ook wel bij helpen. Maar het is de bedoeling dat je zelf een stageplek zoekt om op die manier ook een stage te doen waar je effectief iets aan hebt. Als er iets is dat je interesseert, maar als je verder in wilt doen, dan moet je de mogelijkheid hebben om daar een stage te doen. En het is dus de bedoeling dat je dan vooral wat je op die 2,5 jaar daarvoor hebt geleerd, dan effectief in de praktijk brengt. Organisatie van het academiejaar, dat heb ik eigenlijk daar juist al besproken. Op het einde van je laatste jaar zult je ook een bachelorproef hebben natuurlijk. Hè. Stage en bachelorproef, dat is het eindpunt van de opleiding. En daar bewijst je eigenlijk mee dat je klaar bent om ook effectief te mogen afstuderen en kunnen beginnen te werken. De opleiding. Rechtspraktijk, ik heb het al kort gezegd, daarstraks.
Maar het is eigenlijk een afstudeerrichting, hè? Een afstudeerrichting binnen de opleiding bedrijfsmanagement. Opleiding bedrijfsmanagement bestaat uit een aantal afstudeerrichtingen waarbij dat de vakinhoudelijke nadruk anders zal zijn. Rechtspraktijk is er daar één van en daar ligt de nadruk natuurlijk op het juridische, hè? Dus bij ons ga je een aantal juridische opleidingsonderdelen krijgen, maar krijg je ook een aantal algemene opleidingsonderdelen die in heel bedrijfsmanagement worden aangeboden, hè? Zo is daar bijvoorbeeld de talen Engels, Frans en Nederlands zal je in het eerste, tweede en derde jaar krijgen. Dat is zo voor alle opleidingen bedrijfsmanagement. Verder is het ook zo dat een aantal business skills sowieso worden aangeleerd. Hè? Bedrijfsadministratie, economische actualiteit worden in alle opleidingen bedrijfsmanagement aangeleerd. En dan hebben we natuurlijk de, ja, hier staat de professional skills. Dat zijn dan die juridische opleidingsonderdelen die bepalen dat rechtspraktijk de afstudeerrichting rechtspraktijk is. Hè? En eigenlijk, daar gaan jullie alle juridische vakken krijgen. Net zoals die bijvoorbeeld op de universiteit worden aangeboden. Alleen natuurlijk, ik heb het al gezegd, op een heel praktische manier. Hè? Dus waar de universiteit heel breed, algemeen theoretisch gaat werken, dikke cursussen meestal ook, gaan wij eigenlijk met beperktere cursussen werken en vooral heel praktijkgericht. Vooral effectief met de documenten waar dat jullie later mee gaan werken. En op een heel praktijkgerichte manier, in kleine groepjes, met dus dikwijls ook minder dikke cursussen. Maar voor de rest is vakinhoudelijk wel gelijklopend met wat jullie op de universiteit zouden krijgen. Tweede jaar opnieuw die talen natuurlijk, Engels, Frans en Nederlands, zakelijke communicatie. En dan een heel aantal juridische opleidingsonderdelen. Derde jaar lijkt daar ook opnieuw op, met ook opnieuw de talen. Nog een aantal practica en een paar juridische opleidingsonderdelen. En dan de bachelorproef en de stage van 12 weken op het einde van de opleiding om aan te tonen dat jullie effectief klaar zijn om af te studeren natuurlijk. Wat maakt ons ook nog bijzonder de keuzetrajecten? We hebben 4 keuzetrajecten bij rechtspraktijk, waarbij dat de meeste van onze studenten eigenlijk wel kiezen voor het extra large keuzetraject. Extra large is het meest algemene keuzetraject. 80% van de studenten ongeveer kiest daarvoor. En daar krijgen jullie, we noemen dat ook wel eens verdieping, daar krijgen jullie een aantal juridische opleidingsonderdelen en een aantal projecten. Een van die projecten is wel extra, is een heel tof project, hè, en dat illustreert opnieuw heel mooi hoe dat wij op een praktijkgerichte manier werken. Dat is het project Oprichting Bedrijf, waarbij dat jullie in groepjes gaan samenwerken om een virtueel bedrijf op te richten en dan ook alle juridische problemen waar dat zo'n bedrijf mee geconfronteerd wordt, effectief aanpakken. Klant gaat failliet. Wat moet je dan doen? Bedrijf zelf gaat failliet. Hoe pak je zoiets aan? Er wordt een vergunning aangevraagd. Hoe moet dit juridisch gebeuren? De facturen, de algemene voorwaarden van die facturen, hoe moeten die worden opgesteld? Dat zijn eigenlijk allemaal een aantal problemen die dan op jullie weg worden gelegd bij de oprichting van uw bedrijf. En die moet jij dan zien op te lossen. Dat was extra large. International business, dat is eigenlijk een keuzetraject dat vooral studenten kiezen die effectief op uitwisseling willen gaan. Hè. We gaan u dan verplichten om op Erasmus te gaan of een buitenlandse stage te gaan doen. En verder heb je dus een aantal international business vakken. Dus dat is meer het economische traject eigenlijk. Keuzetraject vastgoed wordt ook dikwijls genomen, vooral dan door studenten die zich voorbereiden op een vastgoedcarrière, hè. Dus als vastgoedmakelaar of in de vastgoedwereld willen gaan werken. Ja, die krijgen daarmee natuurlijk een perfecte voorbereiding. HR, Human Resources, dat is eigenlijk een keuzetraject dat u vooral opleidt om ja, bij een personeelsdienst van een groot bedrijf te gaan werken of bij een OCMW. Dus dat zijn eigenlijk meer de sociale, arbeidsrechtelijke aspecten die daar dan extra worden uitgelicht. Dus die keuzetrajecten dienen ervoor om u vanaf het eerste jaar de mogelijkheid te geven om u toch al te specialiseren. Wat moet je interesseren om de opleiding te volgen? Ja, uiteraard, hè, interesse in de maatschappij, juridische vragen en bepaalde problemen volgens een methode oplossen. Maar vooral, ik kan het niet genoeg benadrukken, taal. Taal is enorm belangrijk in elke juridische opleiding. En daar bedoel ik niet mee dat
het vinden van dt-fouten in teksten van iemand anders het einde voor u moet zijn? Nee. Maar je hebt wel een bepaalde taalgevoeligheid nodig. Waarom? Omdat het wapen dat jullie later gaan gebruiken, zowel in de opleiding als daarna in het beroepsleven, altijd de taal gaat zijn. Je gaat adviezen geven. Je gaat telefoneren, bellen, spreken met de mensen. Hè? Je gaat altijd via taal werken. Dus daarom dat een bepaalde taalgevoeligheid heel belangrijk is. Ik ga het voorbeeld niet helemaal uitleggen, maar ik geef traditioneel een moeilijke wettekst aan studenten als test of ze geïnteresseerd zijn in rechtspraktijk of niet, of deze opleiding echt iets voor u is. Ik geef hen deze moeilijke wet, of ja, moeilijk, deze niet zo gemakkelijk te lezen wettekst. En dan vraag ik, als je deze wettekst nu leest, wat staat daar? Dat is de wettelijke garantieregeling trouwens. Maar vooral, heb je dit nu gelezen? Wilt je dit nooit meer in je leven zien? Ja, het spijt mij, dan is de opleiding rechtspraktijk niks voor u. Je gaat in je opleiding, maar zeker ook daarna, gaat je geconfronteerd worden met droge wetteksten, waarvan dat je denkt, ja, saai. Hè? Je gaat dat moeten analyseren, je gaat ermee moeten leren werken. Dit is dus de wettelijke garantieregeling. En het wordt nog mooier. Hè? Al die begrippen hebben dan definities. Wat betekent dan een consument? Wat is een verkoper? Wat zegt het Europese recht daarover? Hè? Het zijn wel dingen waar dat je dus mee gaat geconfronteerd worden. En dat moet iets voor u zijn. Hè? En dat is niet voor iedereen het geval. Dus dat wil ik jullie toch even meegeven. Toekomstmogelijkheden. Ja, heel breed diploma. Je kunt de juridische wereld in. Hè? Rechtbanken. Bij de parketten, advocatenkantoren, grijsdeurwaarders, maar ook heel dikwijls bij de politie. Hè. Juridische afdeling van onderneming, daar kan je terecht met een diploma rechtspraktijk. Maar ook in andere sectoren is het diploma rechtspraktijk erg gewild. Bij de overheid, hè, gemeentes zoeken heel dikwijls mensen die rechtspraktijk hebben gestudeerd. De FOD Financiën, hè, de belastingen, zoeken elk jaar specifiek rechtspraktijkers, meer dan 200. Mensen die effectieve diploma rechtspraktijk hebben om dan daar te gaan werken. Maar ook bij banken, verzekeringsmaatschappijen, ook in niet-juridische functies, commerciële functies, zien ze eigenlijk heel graag mensen komen die rechtspraktijk hebben gestudeerd. Dus je kan heel veel kanten uit. Breed inzetbaar, graag gezien profiel. Werk vinden is eigenlijk geen probleem. Al was het maar omdat ja, de grote hoop van onze studenten die niet verder studeren, op hun stageplek kunnen beginnen. Dus hier kan u zien dat eigenlijk de grote hoop van onze studenten die niet verder studeert, effectief werk vindt binnen de 6 maanden. Maar het is ook zo dat heel veel van onze studenten verder studeren. Hè. 30-50% van de studenten studeert verder, gaat hun master in de rechten halen om daarna dus bijvoorbeeld advocaat te kunnen worden, want dat kan niet rechtstreeks als je rechtspraktijk hebt gestudeerd. En ik heb ook wel de indruk dat die studenten het eigenlijk altijd verhoudingsgewijs heel goed doen. Hè? Dus die geraken er eigenlijk ook wel. En het zijn er heel veel die dat verder gaan doen. Misschien heel kort nog een aantal misvattingen uit de wereld helpen. Hè. Een juridische opleiding is van buiten leren. Misschien dat dat 20 jaar geleden zo was, maar dat is vandaag de dag zeker niet meer het geval. Hè. We leren nu effectief werken met een wetboek. Hè. We leren nu de juridische methode aan. Hè. Hoe zoek ik iets op en hoe pas ik dit nu toe? Hoe geef ik nu een oplossing voor een juridisch probleem? Dat is helemaal niet meer van buiten leren. Ik heb een diploma rechtspraktijk. Ja, klopt ook niet helemaal. Hè. Het is de opleiding bedrijfsmanagement. Afstuderen richting rechtspraktijk. En dat is voor een stuk ook waarom dat ons diploma zo veelzijdig inzetbaar is. En je kunt daar heel veel dingen, heel veel richtingen mee uit, ook niet-juridische richtingen. En dan, ja, wat ben ik nu? Hè? Ik ben afgestudeerd als rechtspracticus. Ben ik nu een, of ik heb het diploma rechtspraktijk behaald. Ben ik nu een rechtspracticus? Ben ik nu een paralegal? Wat eigenlijk een buitenlandse term is die niet altijd in elk land hetzelfde inhoudt. Hè? Maar wij bereiden u voor om inhoudelijk juridisch werk te doen. Dus het is de bedoeling dat jullie effectief later inhoudelijk juridisch kunnen werken. Dat is een van de grote verschillen met de nieuwe graduaatsopleiding, ook een juridische opleiding, maar waar het de bedoeling is dat je administratief werk in een juridische sector gaat doen.
Dat was in een notendop een kort overzicht van de opleiding. Als er vragen zijn, contacteer me zeker, bel mij of stuur mij een mailtje en dan kom ik graag hierop terug. Bedankt voor jullie tijd.